Ze zijn het er niet mee eens. De leden van de actiegroep Bomenridders. Met een kap van 118 bomen in het Wijzigpark. Eerder liet de Dordtenaren al merken het er niet mee eens te zijn. De kap is volgens de gemeente nodig als onderdeel van de opknapbeurt van het park. Daarnaast zijn sommige bomen niet gezond door onder andere hun leeftijd en een jarenlange wateroverlast. Dus ze hebben hier in dat aanleg hebben ze twee platanen neergezet. Hè. Die zijn allebei monumentaal geworden en die horen gewoon bij elkaar. Die zou wel gek zijn als je die weghaalt. De actievoerders kijken zelf alvast hoe het met de bomen gesteld is, om ze op een later moment met de projectleider door het park te kunnen lopen. Zodat we nog een keer extra kunnen kijken of we een aantal van die bomen kunnen laten staan. Ook hier staat een rood teken op. Ja. Hij zit nog goed in blad, hè? Het is een prachtige boom. Een bijzondere boom? Kijk, de stamvoet is een beetje vreemd, zwak, maar... Ook daar zeg ik, hou het in de gaten, maak wat foto's. Kijk eens of er een tijdje geen hele stukken bassen afvallen. En daar moet je op letten. Voor de rest is het prima, gezond. De actievoerders vragen om een boomvriendelijk alternatief. Dat is niet meer van deze tijd. Je moet een alternatief zoeken, maar een boom moet leidend zijn en daar moet je omheen. Ook enkele politieke partijen laten nu van zich horen. Want ook zij zetten nu een vraagteken bij sommige bomen die gekapt moeten worden. Individuele kapvergunningen zijn een zaak van de ambtenarij. Daar komt doorgaans de politiek niet aan te pas. Maar als het om 100 bomen gaat, meer dan 100 bomen die je gaat kappen, dan vind ik het toch wel een zaak die je gewoon in de gemeenteraad moet bespreken. Ja, wij gaan sowieso even een ruggespraak met elkaar houden. En we gaan zeker overleggen hoe we dit het beste kunnen aanpakken. En zorgen dat meer partijen achter ons staan om dit plan tegen te houden. De gemeenteraadsleden hopen naar het zomerreces met alternatieven te komen.